hebben in het introductiefilmpje van mij een aap gezien in een boom. De boom die leren we later nog maken, maar de boom is eigenlijk heel erg eenvoudig. Probeer zelf al eens een boom te maken. Kijk nog eens terug naar het introductiefilmpje dat je vindt op de site. En probeer zelf al eens zo'n boom te maken. Je hebt nu genoeg technieken onder de knie om dat perfect na te maken. Mocht het niet lukken, nou, dat komt er nog wel in de cursus. In elk geval, we gaan een aap maken. En daarvoor hebben we een bruinachtige ballon nodig. Donkerbruin, lichtbruin. Ik heb zelfs van dat huidskleur, dat noemen we blush. Dus lichtbruin, een beetje rozeachtig. Ik ga de aap deze keer van deze ballon maken. We gaan weer een aantal technieken gebruiken die we al gebruikt hebben. Er komt niks nieuws meer bij nu bij dit figuur. Het is gewoon toepassen wat je al kent. De ballon opblazen tot 7 centimeter, een vingerlengte weer. Ballon over. Zo, meten. Een vingerlengte over, knoop erin. En klaar is Clara. Er zijn weer verschillende apenkopjes mogelijk. Ik ga jullie gewoon het apenkopje aanleren dat ik het leukste vind om te maken met één ballon. En dat gaat als volgt. We maken een loop. We maken eigenlijk eerst een bubbel van 4 vingers. We gaan een 2-vinger loop maken. Dus dat gaan we doen door die bubbel van 4 vingers dubbel te plooien. We pakken de knoop vast. We trekken alles samen en we draaien de knoop. Rond dat punt. Het is moeilijker om uit te leggen dan om te doen. Maak eigenlijk gewoon een hele grote pinstift. Dat hebben we nog nooit gedaan, een pinstwist op het einde van een ballon, maar dat kan dus ook. Maar dit is een grote pinstwist. Zoals je kunt zien is het eigenlijk een loopje. Dan maken we 3 kleine bubbels van pakweg 2 vingers. Oké, dus een grote pinchtwist, 3 kleine bubbels van 2 vingers. We pinchen de eerste bubbel. En we pinchen de derde bubbel. Dat is de laatste bubbel eigenlijk. Dan hebben we dit. Iedereen mee? Ik hoop het, en anders kun je terugspoelen. Dan gaan we ook nog die middelste bubbel. Dan gaan we ook nog eens pinchen. We gaan eigenlijk heel het pakketje pinchen. Dus we pakken onze loopje vast. Pakken de rest van de ballon vast, houden die samen. En dan gaan we heel dat pakket, die 3 bubbels, nog eens pinchen. Op die manier. En als we nu de oortjes. De oortjes ook nog eens zo in die richting zetten, dan hebben we een apenkopje. Dat vind ik, eigenlijk vind ik dit wel een heel leuk figuur om te maken, want dan merk je misschien dan hoe enthousiast ik erover ben. Dan maken we een nek, dan pakken we de arm van een kindje en daarom maken we een loop. De arm van een kindje is niet zo dik als jouw eigen arm, denk eraan, maar als je bijvoorbeeld kindje staat er al op die loop. Zo, met de aap om zijn arm. Ja. Dan maken we een lichaampje. Dat maak je zo groot als je kan als je doet. Hoe kleiner je dat maakt, hoe langer dat de staart achteraf gaat. Dus ik maak altijd een klein lichaampje. In dit geval zijn dat 4 bubbels. Ik maak opnieuw. Ja, eerst doe ik al de lucht weg, dat de ballon helemaal gevuld wordt. Dan maak ik opnieuw een loop rond de arm van dat kindje. Klaar is onze arm. Stel u voor, ik heb er nog wel iets liggen. Stel u voor dat dit de arm is van het kindje. Of een stuk van de hoed, een stuk van de boom. Zo, en dan maak je daarop het aapje. Je kunt die aap ook rond een fles wijn zetten bijvoorbeeld. Hè. Je hoeft ook niet de 2 pootjes er rond te zetten. Ik denk in de introductievideo dat ik alleen zijn voorpoten heb laten vastklemmen als zijn achterpootjes zo los hingen. Die achterpootjes dat kun je dan bijvoorbeeld in plaats van een grote loop, of
die in twee draaien. Zo, dat is de achterpoten van een hond. Dan heb je gewoon twee losse, achterpootjes. De aap afwerken met de Sharpie doen we zo. Nu laten we de creativiteit oplossen. Je doet het zoals je zelf wilt. Ik doe het zo. Twee oogjes. En een beetje streepjes. Ja. Een neusje. En natuurlijk moeten lachen. Want al mijn diertjes zijn altijd heel vrolijk. Zie je zo? Dat is onze aap. Ik hoop dat je er wat aan had. Ik hoop dat je het leuk vond. Ga daarmee op straat. Maak dat alstublieft voor een paar mensen. En kijk naar de reacties die je krijgt erop. Superleuk, superlief, super eenvoudig. Zeker nu dat je ondertussen al die technieken onder de knie hebt. En kijk, op naar de volgende. Vergeet trouwens, voor je overgaat naar de volgende, vergeet ook niet om die vorige figuren ook nog eens allemaal te herhalen en te maken. Want het is door oefening dat je tot mooie resultaten komt. Oké? Het is ook door oefening dat de verhoudingen gaan beginnen te kloppen. Dat de figuren echt herkenbaar worden. Dat vanzelf gaat en dat de ballonnen ook niet meer knallen. Want ik kan me voorstellen dat er bij sommigen van u al wel een aantal ballonnen zullen ontploft zijn. Dat kan zijn door ze te hard op te blazen. Dat kan zijn door, als je een pinch twist maakt, door er niet aan te trekken, door de ballonnen te hard tegen elkaar te wrijven. Dat kan zijn door te hard te knijpen met je handen. Door te veel wrijving kunnen ballonnen ploffen. Dus oefenen, 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 oefenen. En dan zie ik u het volgende filmpje. Dag!